Als je nu te maken krijgt met wat intimidatie, bedreiging, zorg dan dat je het bespreekbaar maakt met je collega's of bel een bevriende collega. Ik vraag mij altijd af, hè, wat zou jij doen als het je partner overkomt of je kind of je ouders? Vind je het dan nog steeds acceptabel? Benader het netwerk Weerbaar Bestuur als je gewoon niemand in je omgeving hebt bij wie je terecht kunt, maar accepteer gewoon geen enkele intimidatiebedreiging. Het heeft impact op je werk, op de manier waarop je in het leven staat. Je bent veel meer op je hoede, het levert stress op. Ga gewoon aan de slag.